De Utrechtse gemeenteraad voerde vanmiddag een fel debat over de miljarden die de regio is misgelopen. Het gaat om zeker 2 miljard uit het Nationaal Groeifonds. Geld dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor projecten die de economische groei van Nederland stimuleren. Utrecht wilde het geld gebruiken voor de Merwedelijn en de Waterlinielijn. Dat zijn 2 trambanen. En ook moest treinstation Utrecht-Lunetten verlegd worden, zodat het geschikt wordt voor intercities. Maar het kabinet gaat het geld in andere projecten steken. Volgens de Utrechtse oppositie heeft het Utrechtse college geen goed plan gestuurd naar het kabinet en is het geld daarom naar andere projecten gegaan. Ja, Studenten Starter ziet gewoon die ambitie en die potentie van Utrecht. Het is daarom extra pijnlijk dat zo'n aanvraag, zo'n voorstel, dan niet wordt gehaald omdat het gewoon niet goed genoeg is. Ja, verslaggever Mark van Rossum staat bij het stadhuis in Utrecht. Mark, je hebt het debat vanmiddag gevolgd. Hoe ging dat eraan toe? Ja, nou, vernietigend. Dat oordeel van de commissie die aanvraag beoordeeld heeft, was al heel slecht. En met name de oppositie ging behoorlijk tekeer tegen het college. Dat het niet goed genoeg was. Dat het onvoldoende was, te mager, de verkeerde uitgangspunten. En zelfs de coalitiegenoot D66 gaf toe dat het niet heel erg goed was. Nou, Bulent Isik, hij is van de PvdA. Hij zei van ja, maar de gemeenteraad is zelfs buitenspel gezet. En met dat oordeel is de VVD het eens, toch, meneer De Pachter? Ja, dat klopt. We staan als stad voor gigantische opgaves. En dat betekent dus ook dat we als raad echt veel beter moeten worden betrokken bij dit soort gigantische investeringen van meer dan 2 miljard. En we zien nu dat we een dikke onvoldoende hebben gekregen van de adviescommissie, dat had echt kunnen worden voorkomen. Ja, en dat heeft dan vervolgens nauwelijks consequenties voor het college. Want een motie van wantrouwen of iets dergelijks komt er niet vandaag. Ja, heel veel kritiek, Mark, hoor ik. Hoe reageert het college daarop? Ja, die laat een beetje van zich afglijden. Wethouder Lot van Hoordonk onder andere is hier verantwoordelijk voor. En zij zei van ja, we hadden maar een week, 1 à 2 weken om deze aanvraag voor te bereiden. En dat is wel heel kort en daardoor ja, is het niet perfect. En zegt ze, eigenlijk moeten we gewoon het als winst zien. Want we stonden niet eens op de shortlist. Hè. Utrecht deed niet mee aan deze hele aanvraag. En volgens haar heeft een lobby ervoor gezorgd dat ze wel op die shortlist kwamen. En dat ze daarom wel mee hebben gedaan aan deze aanvraag. Maar ja, helaas afgewezen. Mark van Rossum, jij blijft het ongetwijfeld voor ons volgen. Dank je wel voor nu.